We bekijken een aantal politiek maatschappelijke stromingen die hun wortels in de ideeën van de verlichting hebben liggen en het nationalisme is de volgende. En wat is dat dan dat nationalisme? Nou zit nationaal zit erin. En nationalisme gaat dan ook over het eigen volk. Het is voorliefde voor het eigen volk. En het liefst wil je dan met dat eigen volk een eigen nazistaat, een eigen land dus vormen. Maar goed, wat maakt dan een volk een volk? Dat is bijvoorbeeld een gemeenschappelijke taal. Als ik in het buitenland ben en ik hoor daar ineens Nederlands gesproken worden, dan heb je toch meteen, dan kijk je even op en dan heb je eigenlijk even een soort klik. Uh, hetzelfde geldt voor een gemeenschappelijke cultuur. Hè? Dat, dat kan ook een volk vormen. Dus bepaalde gebruiken, uh, tradities, uh, bepaalde kunstwerken en dergelijke, of kunststromingen misschien wel, bepaalde gerechten. Dat hoort allemaal bij die gemeenschappelijke cultuur. En een gedeeld verleden, hè, dus de geschiedenis, die is ook heel bepalend bij de vorming van het idee van een volk. Nou, deze drie zaken dragen heel sterk bij aan een gevoel van nationalisme. De een voelt dat sterker dan de ander. Maar nationalisme kan uiteindelijk leiden tot het streven naar een eigen natiestaat voor een volk. En dat is wat we in de 19e eeuw zien gebeuren. Zullen we dadelijk wat voorbeelden van zien. Maar eerst even verder van waarom eigenlijk dan dat nationalisme in die 19e eeuw opkomt. Er zijn drie hele belangrijke oorzaken voor. Uh, ten eerste is dat, dat idee van Rousseau, wat we al eerder hebben gezien over de algemene wil, daarmee zegt hij dus eigenlijk ook dat, dat de inwoners van een land, van een staat, dat die dus uh, als een algemene wil hebben ook een soort collectief zijn, een groep samen zijn met een gezamenlijke wil. Oftewel, ze horen bij elkaar. Nou, dat draagt bij aan nationalisme. En als tweede hebben we de veroveringen van deze man, die we al eerder hebben gezien, Napoleon, hè, die, die grote delen van Europa veroverde. Nou, dat, dat zorgde op verschillende manieren zorgde voor een stimulans van nationalistische gevoelens. Want uh, aan de ene kant zorgde ervoor dat lokale gebruiken in een land worden afgeschaft. Hè, want hij ging door die code Napoleon, probeerde hij alles te standaardiseren. En daardoor werd er meer iets uniform, iets gestandaardiseerd gedaan in een land. En het zorgde ook. In een land, als het veroverd was door de Fransen, voor een collectieve hekel aan die Fransen. En dat werkt ook altijd goed als je nationalisme wil laten oproeien, als je, als je een beter groepsgevoel wil krijgen, een vijand creëren waar iedereen lekker een hekel aan kan hebben. Dus uh, Napoleons veroveringen waren ook een stimulans voor het nationalisme. En als laatste iets wat we nog niet eerder gezien hebben: dat is de zogenaamde romantiek. En de romantiek is een reactie op de verlichting. Het is ook weer een, een, een culturele en een filosofische stroming, misschien ook wel, uh, waarin ze dus juist niet van de ratio en van het verstand uitgaan, maar waar ze, waar ze zeggen: van nee, uh, het gaat juist veel meer om het gevoel en om de emotie. Mensen worden niet gedreven door hun verstand, maar juist door hun passies en hun hartstochten, door hun hart dus. En uh, daarin, bij die romantiek, zie je dus heel duidelijk dat uh, de geschiedenis van het eigen volk uh, verheerlijkt wordt en dat, dat landelijkheid en natuur heel erg verheerlijkt wordt. Hè. Terug naar waar het echt om gaat, terug naar de natuur. Dat soort zaken. Maar goed, het is ook sterk nationalistisch door uh, die focus op die geschiedenis en ook wel op een volksgeest. Hè. Dat zie je er ook wel een beetje uit voortkomen uit die romantiek, dat, dat ieder volk toch een bepaalde karaktertrek heeft of iets dergelijks. En nou, deze drie zaken in ieder geval, die dragen allemaal bij aan de groei van nationalisme in die 19e eeuw. Ja, welke gevolgen heeft dat dan? Ik zei net al dat er een aantal nazistaten zouden gaan ontstaan. En dat was een beetje afhankelijk van het aantal volkeren dat er binnen uh, de grenzen lag. Want er, daardoor krijgen sommige staten, door de opkomst van het politiek nationalisme, hè, dus, dus nationalisme dat een eigen nazistaat wil, krijgen die staten meer of minder samenhang. Oké, okay, dat is een hele abstracte uh, Abracadabra-zin, misschien die ik Kijk, zo'n beetje rechtstreeks uit de stofomschrijving heb geknipt. Maar even wat voorbeelden om het duidelijk te maken. Eerst wat staten waar meer samenhang gaat komen. En dan kunnen we bijvoorbeeld naar Italië gaan kijken. Italië, zoals wij het kennen als land, ja, dat bestaat pas ja, ongeveer nu 160 jaar. En dat was eerst een uh, verzameling van allemaal verschillende Italiaanse staten, die we hier op deze kaart ook zien. Waar dus uh, wel overal een vorm van Italiaans werd gesproken. Waar uh, bijvoorbeeld ook uh, overal ongeveer hetzelfde gegeten werd. Hè. Denk aan de Italiaanse keuken, mijn favoriete keuken. Uh, waar, waar ook uh, hetzelfde geloof was. Hè. Het katholieke geloof was bijvoorbeeld heel sterk. Dus ook die gemeenschappelijke cultuur die was aanwezig. En waar natuurlijk ook heel duidelijk een gedeeld verleden was. Met bijvoorbeeld uh, de Romeinse geschiedenis. En ook later de geschiedenis van de Renaissance en dergelijke. Oftewel, uh, al die mensen. In die verschillende staatjes daar, in die Italiaanse laars. Ja, die voelde zich eigenlijk steeds meer en meer Italiaan. In plaats van dat ze zich uh, alleen inwoners van Sicilië of, 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 of Napels of zo uh, voelden. En um, op een gegeven moment, in de jaren 60 van uh, de 19e eeuw gaat Italië dus samenkomen. Al die staatjes worden samen één nieuwe nazistaat. Italië is geboren. Nou, hetzelfde zien we in Duitsland geboren. Duitsland is een nog jonger land dan Italië, ongeveer 150 jaar oud nu. En uh, ook daar waren allemaal verschillende uh, staatjes in dat Duitse Rijk, uh, waar dus een vorm van Duits werd gesproken, waar, waar heel veel uh, gemeenschappelijke cultuur en een heel groot gedeelte verleden was. En onder leiding van Puizen, de grootste Duitse staat, worden die staatjes ook verenigd door een aantal oorlogen. He, die gemeenschappelijke vijand werkt heel goed. En Duitsland ontstaat in 1871. Nou, en dan zie je dus dat uh, politiek nationalisme voor meer samenhang gaat zorgen. Kleine staatjes worden samen één grote staat. Maar je ziet ook het omgekeerde gebeuren: minder samenhang. Uh, de Balkan, Zuidoost-Europa, is daar een goed voorbeeld van. Hier zie je met al die gekleurde gebieden, uh, zie je eigenlijk taalgebieden. Hè? Dus, dus iedere kleur is een andere taal. En dan zou je dus ook kunnen zeggen, daar woont ook een ander volk. Uh, maar die volkeren daar, die leefden op de Balkan heel lang in één uh, van twee grote landen die daar uh, de macht hadden. Aan de ene kant het keizerrijk Oostenrijk, Hongarije. En aan de andere kant het Ottomaanse Rijk, oftewel het Turkse Rijk. En er woonden dus heel veel verschillende volkeren in die twee landen in die twee rijken, kan ik misschien beter zeggen. En langzamerhand zie je dus dat steeds meer van die volkeren... dat die zich af gaan zetten tegen de Oostenrijkers of tegen de Turken... en dat ze voor onafhankelijkheid gaan strijden. Dus we zien hier dat Griekenland bijvoorbeeld al onafhankelijk is geworden van het Turkse Rijk. Uh, de Serven, die hebben al een eigen land gesticht, maar dat willen ze graag nog uitbreiden. En daar zie je dus dat wat eerst eigenlijk verdeeld was over twee landen... uiteindelijk uit elkaar zal vallen in uh, steeds, kleinere, steeds meer en steeds kleinere landen... Allemaal ook weer omdat uh, bij die verschillende volkeren die daar leefden, die nationalistische gevoelens steeds sterker werden.